kruimels, koffievlekken en lege blikjes Red Bull. Daarmee maken wij onze collegezalen iedere dag vuil. Maar iedere ochtend om 6:15 komen er mensen om die speciaal voor ons schoon te maken. Wie zijn dat nou? Ik ga vandaag met ze meelopen. Jij maakt de collegezaal schoon, maar helemaal alleen. Is dat niet veel werk? Nee, valt mee. Hoezo? Want het zijn toch grote zalen, neem ik aan. Ligt er dan hoeveel pijn op jullie maken? Af en toe. Wel een beetje rommel. Maar ja, zoals soms hun heeft haast. Soms bezig met studie. En hun heeft ook druk. Echt heel druk. Mijn afdeling vind ik heel schoon, omdat mag niet eten, mag niet drinken. Staat alle bij je bordjes. Dus elk bureau staat mag niet drinken. Heel af en toe die kruimeltjes, maar ja, ze valt mee. Als je soms ziet wat de troep worden, ja, ik kan je flauw vallen. Echt. Jullie hebben ook studenten in dienst? Ja. Want dat is heel goed bevallen. Van een paar jaar terug zijn we ermee begonnen. En daar zagen we eigenlijk een beetje tegenop. Omdat we dachten van die studenten die altijd een beetje rotzooi maken, moeten nu komen schoonmaken. Maar dat gaat helemaal goed. Dat gaat helemaal geweldig. Ja, vooral de studentenkantine. Zodat daar nu een student schoonmaakt. Weten ze wat het vuil gemaakt wordt. En dan, ja, dat scheelt echt heel veel werk. Heel leuk. Ik vind het wel een prima bijbaantje eigenlijk. Iedere dag sta je hier om 6:15 klaar om schoon te maken. Zeker. Ik erger me er nou kapot aan als de computerzaal vol ligt met broodkruimels bijvoorbeeld. Je helpt mensen, maar ja, het is natuurlijk niet zo dat ze dat echt weten. Dat is een beetje jammer. Ah, maar dat weten ze precies. Dat doen wij. Het smerigste dat je tegen bent gekomen? Nou, de wc's af en toe kunnen wel flink vies zijn. Maar de mannen of de vrouwen toiletten? Nou, daar zul je versteld over staan, maar dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. De vrouwen zijn net zo vies als de mannen. Vanja werkt hier al 27 jaar. Vandaag is haar laatste dag. Vindt u het jammer? Jammer. Waarom? Van mijn collega. Dat is ten eerste plaats. Van het mensen wat dan hier zitten. Zijn allemaal lieve, leuke mensen. Leuke mensen. Studenten zijn ook lief. Heb ik geen last van. Heb ik het een beetje goed gedaan? Ja, ik heb heel goed gedaan. En dan mag je wel diploma van mij krijgen. Perfect. Ja, je hoort het. Ik ga geen master meer doen. Ik word schoonmaakster hier.